Hallo, vandaag gaan we weer een stuk laten zien over houtworm. Je ziet dat dit allemaal aangetast is door houtworm. We hebben hier een stuk wat daar vanaf kwam. En als je het gewoon openbreekt, dan zie je al dat het helemaal verpulverd is. Dus dit is niet echt rot, dit zijn echt allemaal gangen gemaakt door die beestjes. Je ziet dat hij helemaal vindt ze allemaal openbreken. Dat kunt u zien ook door de stof. Die is heel erg fijn. Zoals je kunt zien is het gewoon bijna echt helemaal verpulverd. En dat kunt u ook zien aan de gaatjes die hier zitten. Het zijn allemaal van die hele kleine gaatjes. Daar zijn allemaal gangen die de houtworm heeft aangemaakt. En om dit te herstellen is het van belang dat je alles goed verwijdert, ook de houtworm. Nou, we hebben in ieder geval een stuk eruit gehaald. En dan moet eigenlijk alles wat aangetast is, nog uitgefreesd worden. Dan gaan we dat nu doen. Zodra je alles weggehaald hebt, moet je eigenlijk al die gaatjes iets uitbreien. Maar deze is nu voldoende. En dan is het van belang dat je zo goed mogelijk alle stof verwijdert. Alle boormeel moet eigenlijk weggehaald worden, zodat je daar ook geen sporen meer van overhoudt. Dus dat gaan we eerst even weghalen. Schoongemaakt, zoveel mogelijk sporen weghalen. En wat nu heel belangrijk is, is ook om die sporen uit te branden. En dan gebruiken wij een föhn, deze wordt 600 graden. Dus, je kunt ook met een brander doen. Kijken dat er geen brand komt. Nou, we gaan hem nou voorstrijken met een voorstrijk die speciaal bedoeld is voor houtworm. We hebben hem nou helemaal uitgebrand en een stof vrij gemaakt. En dan kun je dat spul dan gewoon in een flesje doen. En dan is de bedoeling dat je hem helemaal vol nevelt. Dat hij goed in het hout intrekt. Zo, dit spul dat doodt de houtworm en dat trekt ook in het hout, waardoor de sporen ook daarvan verwijderd worden. Het is goed van belangrijk dat dat goed in het hout trekt, zodat de sporen weg zijn. Het is vrij giftig spul. Voor de planten en de vissen, dus wel een beetje daarmee uitkijken. Het is erg raadzaam om hem een paar keer in te spuiten en dan vervolgens misschien 1 of 2 dagen even laten zitten en dan nog een keertje in te spuiten. En dan heb je ook een spuit waardoor je die gangen ook in kan spuiten. Yeah.
druk worden gespoten. Dus in principe is dit voldoende. En is het gewoon raadzaam om dit een paar keer te doen. En dan als dit eenmaal goed droog is, dan kun je hem repareren en dan kun je dit verder uitwerken. Maar dat zullen we een ander keertje laten zien. Nou, dit was het bij Schildersbedrijf Edens in Apeldoorn. Spullen erbij en dan gaan we. Ah, shit. Ah.